Deze week in Les Bourgeois, een culinaire avond tussen de exclusieve auto's en topsprekers kijken vooruit in het nieuwe jaar. De prestigieuze beurs voor klassieke automobielen, Interclassics in Mac Maastricht, zit er al maar op. En wij gingen naar de openingsavond die met 600 gasten uitverkocht was. Tussen de zeer exclusieve Ferraris en andere merken werd geproefd van de gerechten van sterrenchef Sergio Herman. Die houdt van klein maar fijn op het bord. Ja, in al die jaren groeit het maar steeds, maar in feite zijn jullie uitgegroeid, want op elke meter staat wel een auto. Ja, op dit moment hebben we inderdaad elke vierkante meter van het Mac in gebruik genomen. We kunnen niet verder groeien, maar we kunnen natuurlijk altijd aan die kwaliteit blijven sleutelen. Ja, ja. En Brussel is toch een jaarlijks terugkerend evenement, is de bedoeling? Ja, absoluut. Brussel is gewoon een nieuwe beurs die we jaarlijks gaan neerzetten. En we zijn ook al een beetje kijken over de landsgrenzen heen. Om nog een andere beurs eventueel te kunnen plaats laten vinden. Het zal niet Zuid-Afrika. Nee, zo ver gaan we nog niet. Het is wat ver rijden. Ja. Wel de moeite misschien. Ja, in de keuken werken is natuurlijk altijd heel hard, maar voor 600 man, dat is ook nog even wat, denk ik. Hè? 600 man is echt veel. Ja. Er komt veel bij kijken. Natuurlijk veel mise en place en natuurlijk doorgeven. Dan moet je ook op elkaar ingespeeld zijn, er zijn veel nieuwe jongens tussen. En tempo moet er toch in zitten, dus er zijn veel dingen die erbij komen kijken. Het is complex, maar... Ja. Is misschien ook je zorg dan van ja, ik heb toch een naam hoog te houden. Dus hier 600 man zitten van ja, de eten van Sergio Herman. Dus die verwachten een zeker niveau. Maar dat is anders dan dat je 40 couverts in de zaak hebt. Ja, dat is een groot verschil natuurlijk. Hè. Mensen verwachten het gewoon. En we proberen natuurlijk op zo goed mogelijke manier een goede invulling aan te geven. Toch een signatuur erin. En natuurlijk, je moet een beetje concessies doen, maar het telt om de smaak en we proberen er ook natuurlijk een mooi bord van te maken. Ja. Heb je zelf wat met auto's en zo ja, in welke sfeer? Snelle wagens of meer klassieke automobielen? Nou, ik rijd zelf gewoon in een Range Rover. Okay. Voor mij ook wel makkelijk voor dingen te vervoeren, voor de zaak ook. En natuurlijk vlakbij het strand waar ik woon, in Katzand ook natuurlijk makkelijk. Dus voor mij is het wel heel fijn om in een Jeep rond te rijden. Ja. Maar zo'n Ferrari voor in het weekend zou ook niet verkeerd. Moet een beetje sparen. Het genootschap De Nalatenschap van Hendrik de VIII houdt altijd een nieuwjaarslunch in La Butte aux Bois in Lanaken. De organisatie is in handen van sprekersbureau Assemblée en dat levert bekende gezichten op. Is de markt goed voor een sprekersbureau? Ja, op voorwaarde dat je goede sprekers hebt, de moeite waard. Want er zijn heel veel mensen die denken dat ze heel goed zijn,
maar dat helemaal niet zijn. Je hebt drie soorten sprekers. Zij die het kunnen, zij die het niet kunnen en de gevaarlijkste groep is zij die denken dat ze het kunnen. Maar ja, als je een Herman van Rompuy hebt of een generaal van Uhm die vandaag hier is, daar is geen risico. Daar komt heel Nederland op af, bij zo'n spreker. Staat u ook op de lijst van sprekers, niet misschien voor vandaag hier, maar bij Assemblée en het algemeen? Ja, al heel lang. Al heel lang. Maar laten we eerlijk zijn, Leo heeft belangen niet zoveel meer aan mij als ooit in het verleden. Want ik ben natuurlijk een oude knar. Ik lig uit de publiciteit. Ik ben niet meer van deze tijd. Mensen vinden niet zo bijster interessant wat ik nog te zeggen zou hebben. Dus Leo heeft niet veel meer aan mij. Ik ben er vaag naar. In zijn boeken speel ik een gering rol. Oké, zo werkt dat dan. Als je langer uit de politiek bent, dan is er minder vraag. Ja, zeker als je op mijn leeftijd 85. Ja. Dan denken de mensen, die man is helemaal uitgepraat. Die kan alleen al wat mummelen. Nou, dat valt mee hoor. Dat blijkt mee te vallen, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er juist behoefte is aan wat ervaring en wijsheid, niet? Ja, nou, als men mij dingen vraagt, dan krijg de vraaggesteller krijgt antwoord. Of het wijs is, anderen ter beoordeling. Maar ik beschouw me nog steeds als iemand die wel begrijpt hoe de wereld in elkaar zit. Dat zeker. Het is niet steeds ingewikkelder. Ja, nog steeds ingewikkelder. En ook steeds brommeriger. Dat vind ik zo jammer. We leven in een land waar het zo goed is om te zijn, om te mogen leven. De welvaartsniveau is hoger dan sinds onheugelijke tijden in Nederland van nu. En we brommen en we mopperen en we kankeren en zitten elkaar op de huid. Wat is er toch in ons gevaar? Dat is toch niet een jaarlijkse gewoonte volgens mij om hier bij deze lunch te zijn, of wel? Nee, maar omdat ik komende woensdag voor hetzelfde gezelschap een spreekbeurt zal houden, een lezing. En ik bezig ben met een boek, is het ook goede promotie om dit jaar in ieder geval aanwezig te zijn. Zit u ook als spreker hier bij dat bureau aangesloten? Nog niet. Ik heb binnenkort een aantal lezingen, houd ik. En ik heb met Leo van der Kant binnenkort een afspraak om daar verder over... Nog duidelijke afspraken te maken. Wordt dat de nieuwe carrière? Nou, nee. Carrière heb ik al lang achter mij. Dus ik moet alleen nu vechten tegen de almachtige overheid in Nederland. Ja, meneer Van Rompuy, u bent hier de hoofdspreker van vandaag. Ja, en ze gaat spreken over het jaar dat komt, 2017. Natuurlijk met veel vraagtekens, zoals elk jaar. We staan altijd aan de voet van de berg, maar nu toch nog meer dan anders. Omdat we zo'n ongelukkige ervaring hebben gehad in 2016, waar het onverwachte toch gebeurde, is het nu bijna een huzarenstukje van iets te voorspellen voor 2017. Want wat kan men dan nog zeggen? Tenzij een heel negatief bericht, een heel doomsday scenario ontwikkelen, want dan heeft men de meeste kans volgens velen van erop te zitten. Hè? Dus ik ga proberen van een evenwichtig verhaal te maken en wat de kansen zijn ook toch voor 2017 een beter jaar te maken dan 2016. Ja, want zowel Brexit als de verkiezing van Trump, daar had u zelf ook niet op gerekend. Nee, en we hebben dan in België nog in Brussel de terroristische aanslagen die een domper hebben gezet op gans het land voor de rest van het jaar. Hè. Dus wij gaan zien ook op het Europese vlak wat er ons te wachten staat. We hebben verkiezingen in Nederland, verkiezingen in Frankrijk, verkiezingen in Duitsland. Ik hoop dus dat degenen die de Europese zaak genegen zijn, daarom hoefden dat geen enthousiastelingen te zijn. Hè. Maar degenen die geloven nog in de toekomst van het Europees project, dat die het halen, van welke partij ze ook zijn. En dat we naar het einde van dit jaar en begin volgend jaar een groot initiatief hebben van Fransen en Duitsers om eigenlijk Europa een nieuwe schwung te geven, een nieuwe impuls te geven. Maar dat hangt natuurlijk af van de kiezer, of dat die dat wil. Maar voordoen zoals we nu bezig zijn, dat is geen optie. Dus er moet een initiatief komen
om het Europees project vooruit te duwen. En ik denk dat er nog kansen zijn in elk van onze landen en op het Europese vlak om eigenlijk de positieve krachten aan bod te laten komen. Die grote, stille, zwijgende meerderheid, die weet trouwens dat al de grote problemen waarvoor dat wij staan, dat een land alleen dat niet meer kan oplossen. Nog het vluchtelingenprobleem, nog het klimaatprobleem, nog het terrorisme, kan een land alleen niet meer aan. Dat is de evidentie zelf en ik hoop dat dat gezond verstand terugkeert.